Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Graag uw aandacht voor het volkslied van de derde helft. Hoi, good day, mate. Welkom bij Dubbele Nationaliteit, de podcast waarin wij alle 32 deelnemers langslopen om jou zo even aan een ander land te helpen, mocht Nederland geen wereldkampioen worden. Aangezien niets vervelender is dan belangeloos naar een wedstrijd kijken, zullen wij jou aan de hand van een aantal argumenten fan proberen te maken van één van de andere landen van dit WK. Dit allemaal om het toernooi nog leuker te maken, maar vooral om de kans op persoonlijk succes iets te vergroten. Ik ben Gijs en tijdens deze serie zitten wij altijd in de vaste opstelling van de derde helft met Pepijn, Snijboon en Tim. En vandaag probeert Snijboon ons fan te maken van Australië. Om te beginnen met het volkslied. Die zangeren zie je toch geen witte eieren, Snijbo. Dit is de 7-jarige Luke die in 2015 bij een wedstrijd van National Baseball League in Australië 7 jaar het volkslied moest zingen. En helaas vlak voordat hij moest beginnen werd geveld door een ongehoofd aanval van de hik. Maar dat liet hem niet tegenhouden. Dus heeft hij het hele Australische volkslied gezongen met af en toe een onderbreking. Ja, ik wilde het eerst zelf zingen, maar beter dan een 7-jarige Luke kan ik het volkslied niet zingen. Absoluut niet. Schattig. Ja. Leuk toch? Vond het prachtig. Moeten we gelijk naar die vragen of niet? Nee. Na het volkslied doen we altijd even de Road to Qatar, toch? Nee? De Road to Qatar. Het was geen makkelijke voor Australië, maar ze zijn er toch weer bij. Ze zitten altijd in een pool met landen waar je ze niet bij verwacht. Namelijk bij landen als Japan en Saudi-Arabië. En in mijn hoofd klopt dat nooit zo. Voor Australië klopt het ook niet heel erg dit jaar, want ze verloren vrij veel en eindigen uiteindelijk als derde in de pool. Waardoor je dus een hele rare play-off moet spelen. In de halve finale van de play-off speelden ze tegen de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze in de 85e minuut doorgingen. Dat is van Marwijk, toch? Zover heb ik me niet ingelezen. zou zomaar kunnen, Tim. Ja, leuk. En dan in de finale, en dat is nog raarder, moeten ze dan altijd tegen een afvaller uit Zuid-Amerika. Ja, dat is ongelooflijk raar, ja. Dus Australië speelde hun finale van de play-offs om zich te plaatsen voor het WK tegen Peru. 1 wedstrijd. 0-0. Toen werd het penalties. En toen heeft Australië een soort van Louis van Gaaltje gepoeld. Ze hebben namelijk Matty Ryan, by far de beste keeper van Australië, zeker, gewisseld voor Andrew Redmayne, 33 jaar, keeper van Sydney FC. Oh. Die erin kwam van zijn derde interland. En hield de beslissende penalty tegen van Peru, waardoor Australië zich plaatste. En misschien nog wel mooier dan de Andrew Redmayne keeper, de dansende keeper op de doellijn, is de Australiër die de beslissende penalty maakte. En dat is namelijk Awer Mabil. En Awer Mabil werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia, omdat zijn ouders Zuid-Soedan hadden ontvlucht. En hij heeft tot zijn 10e alleen maar gevoetbald met voetballen gemaakt van ballonnen met een trui eromheen of aan elkaar gebonden plastic tasjes. Pepijn zat best toen al wel ruim in de jeugd van RBC Roosendaal, volgens mij. Die had toen al spitsentrainer van Henk. Maar in Roosendaal spelen we ook gewoon met plastic tasjes. Eigenlijk heeft hetzelfde soort jeugd dat hij Pepijn gehad is. Hij kwam op zijn 10e naar Australië, is daar uiteindelijk bij Adelaide in de jeugd gekomen en via Midtjylland speelt hij nu bij Cardiff. Hebben ze in Australië hebben ze alleen Adelaide, of niet, als club? Melbourne Victory, Sydney. Ja, Perth. Perth Glory. Ja. En daar speelde Wout Brama, toch? Maar Snijboon, rondom Australië heb je toch heel veel van die eilanden? Gewoon Fiji, en of zit dat niet daar? Ja, dat zit ook allemaal. Maar waarom kunnen ze niet gewoon een eigen pool vormen? Het is toch ongelooflijk raar dat zij tegen Zuid-Amerikaanse landen moeten spelen? Ja, maar eigen pool, ja. Anders gaan ze altijd. Plekken. Ja, wat maakt dat nou weer uit? Nou ja, dat valt dus nog tegen, want ze werd derde in de pool uiteindelijk. Maar er is een enorme omweg. Omdat ze in de pool zaten met Japan. Ja.
Misschien nog wel leuk. Awer Nabil, de vluchteling die nu in de Thessalische elftal speelt. Hij voelt zich elke dag nog gezegend als hij ziet hoeveel ballen er op de training zijn. Ja, dat is heel wel leuk. Vet. Ja. Even afronden. Bert van Marwijk is geen bondscoach meer van de Verenigde Arabische Emiraten. Toen misschien. Ze hebben hem eruit gegooid na de halffinale. Ja, nee, ja? Oh nee, toen niet halffinale. Nee. Het is Rodolfo. Arua Barena is het. Sinds 2018 staat hij aan het roer. Nee, dat kan niet, want Bart van Merwijk is namelijk weggegaan en toen weer teruggekomen. We gaan Wikipedia bellen dat er van de kant komt. Je kan het aanpassen. Ja. Pas ervan. Ja. Ik heb ook heel erg het gevoel dat we afdwalen eigenlijk. Naast de road to Qatar hebben we natuurlijk ook altijd een legende mee, die ik voor jullie meeneem. En daarna gaan we ook nog even een duikje in de Australische keuken nemen. Waarna ik jullie, als jullie het willen, nog de kans ga geven om Australisch burgerschap te krijgen, staatsburgerschap. Er is natuurlijk maar één echte legende voor Australië die wij mogen behandelen in deze podcast. En dat is Goes. Goes Hiddink. Oh ja. In Australië ook wel... Goes genoemd. Ja. Maar ook The Wizard of Oz. Zo wordt hij ook genoemd. Guus Hiddink is natuurlijk de meest duidelijke Nederlandse link naar het Australische elftal. Dat is als je een reden zoekt om ze te supporten. Dus eigenlijk het succes van Australië is begonnen toen Guus Hiddink in 2005 bondscoach werd van dat land. Hij had in 2002 natuurlijk halve finale gehaald met Zuid-Korea. Dus de hele wereld wilde Guus Hiddink hebben. En hij, zoals hij dan is, koos heel wat anders en werd bondscoach van Australië. Die had zich op dat moment al 32 jaar niet geplaatst voor een eindronde van het WK. De eerste ook een wedstrijd, play-off, hè? Toen. Ook een play-off, toch? Waar Guus Hiddink zich plaatst. Ik heb het gevoel dat dat het eind van mijn verhaal is. Ah, sorry. Ja. Spoiler alert. Ja, knippen we eruit. Hij gaat dood. Hij leeft nog. Eerste wedstrijd van Guus Hiddink als bondscoach van Australië. Salomonseilanden thuis. 7-0 winst. Prima. Tweede wedstrijd. Salomonseilanden uit. Die is altijd lastig. Klap letterlijk de clue. Want ze landen namelijk in een jungle met een vliegtuig en bij een hele kleine landingsbaan. Worden met allemaal rare busjes worden ze naar het stadion gebracht. Moeten om en om omkleden in de kleedkamer, omdat de kleedkamer te klein is. En winnen uiteindelijk 2-1 uit. Graham Arnold, die nu bondscoach is, gaat in gesprek met Guus Hiddink naar die wedstrijd. Guus Hiddink zegt eigenlijk, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik had er echt wat anders van verwacht. Ik wil ermee stoppen. Waarop Graham Arnold, net als Pepijn tegen mij nu zegt, ja, maar Guus, Salomonseilanden uit is altijd lastig. toen werd het uiteindelijk dus ook een play-off. En dat was tegen Uruguay. En uit hadden ze 2-1 verloren. En uiteindelijk hebben ze dat thuis omgedraaid. Volgens mij werd het 3-1. En dat deden ze onder aanmoediging van 83.000 voetbalfans die in het stadion in Sydney zaten. Gijs, was dat die wedstrijd dat ze met het vliegtuig terugvlogen naar Australië? Ja. En dat, omdat er zo weinig tijd was om te herstellen, hadden ze een gym en een sauna en een fitness in dat vliegtuig. Ja, en ze zijn meteen na het luisterflaatsignaal van die wedstrijd letterlijk gewoon nog kicks aan, vliegtuig in, gemasseerd in jacuzzi. Het was 31 uur ongeveer die vlucht volgens mij, van Montevideo naar terug naar Australië. En dat inderdaad in dat vliegtuig was alles. Ze hadden een hele gym gemaakt om alles te herstellen om zo snel mogelijk. Want volgens mij was het echt een paar dagen later dat ze terugwedstrijd hadden. Dat wel gedaan hebben, de Australische vliegtuigmaatschappij die ons helaas niet sponsort. Nooit neergestort toch ook, Qantas? Weet ik niet. Daar durf ik echt mijn hand niet voor in. Nee, Rodolfo Arua Barena is daar. Ja, is die piloot of niet? uiteindelijk op dat WK, Guus Hiddink, poolfase, glorieus overleefd door onder andere een 3-1 winst op Japan. En in de achtfinale werden ze toen uitgeschakeld door uiteindelijke winnaar Italië. Na een ontzettende, zou Pepijn zeggen, fopduik van Fabio Grosso 5 minuten voor tijd. Waardoor ze met 1-0 door een penalty verloren. Maar Guus Hiddink is nog steeds echt een held. Zo'n held dat hij in de laatste interlandperiode voor het WK zich als assistent heeft aangesloten bij Graham Arnold, die ooit zijn assistent was, als een soort van mentor. Okay. En die heeft daar eigenlijk gewoon 2 weken lang verhalen verteld over hoe het was en om de jongens een beetje wat mee te geven. Ze had 2 uitzwaaiwedstrijden tegen Nieuw-Zeeland, zat lekker op het bankje. Dus Guus is nog steeds zo'n held dat hij gewoon als assistent daar op de bank plaatsneemt. Heel vet. Nederlandse trots, voel ik. Ja. Socceroos is toch die bijnaam? Ja. Zeker zijn dat de Socceroos. Ja. Leuk. Ja. Ja, snack, Australië. Ja, ik heb het wel eens gehad. Het is echt niet te hachelen. Tim, in Australië drinken ze heel veel bier. Ja. Dat is niet een reden waarom jij fan van ze moet worden. Ook niet een reden waarom je fan van ze wordt. Maar als je bier brouwt, blijft er ook wat over. Mm-hmm. Als je van dat gistmengsel. En in Australië hebben ze bedacht dat je daar ook wel broodbeleg van kan maken. Nee. Dat is namelijk Vegemite. Dat is een restproduct van bierbrouwen. Daar doen ze dan wat kruiden en zout bij. En dat is echt een soort van donkerbruin, zwart,
smeersel wat echt als een soort van appelstroop aan je mes blijft hangen. Ja. En dat doen zij dus het liefst met een dikke laag boter op toast met Vegemite erbij. En het is echt een soort, je houdt ervan of je haat het. Maar word je er dronken van? Nee, dat niet. Dus dat is voor jou dan nog wel fijn. Aangeschoten? Nee, jij waarschijnlijk wel, maar andere mensen niet. Ze eten er veel van. Er worden 22 miljoen potjes per jaar gemaakt in Australië. En er wordt ongeveer 2,2 miljard servings worden ervan gebruikt per jaar. Dus daar zijn ze Vegemite echt Vegemite, het. Ja. Een soort marmiet, denk ik dan. Het is letterlijk marmiet. Maar ja. Is het gezond? Een soort ook. Marmiet is best gezond namelijk. Ja, volgens mij is het wel prima gezond. Het is alleen, het is een hele erge umami smaak. Dus het is een soort van bittere, diepe smaak. En ik heb het wel eens gehad en ik dacht, goh, waarom zou je dat in hemelsnaam op je brood doen? Want het is gewoon best wel een heftige, intense smaak. Maar Australiërs zijn er helemaal gek op. Dat is ook, Nederlanders nemen een soort van pindakaas en hagelslag mee als ze op vakantie gaan. En Australiërs nemen altijd gewoon een potje Vegemite mee in hun koffer als ze op reis gaan. Interessant. Nooit van gehoord. Nee. Serieus niet. Niet echt aan het verkopen, nee. Maar het is wel interessant. Nee, ik vind het gewoon echt niet lekker. Maar ja, die gekke Australiërs zijn er gek op. Maar ja, die leven ook in een land waar echt alleen maar gifslangen en dodelijke spinnen. De rest van wat je eet ga je dood van. In een parmezaan heb je toch zo'n korst. Daar zit ook umami in. Vreet ze dan alleen die korst ook op? Nee. Okay. Ik speel nog even drie keer af in mijn hoofd. Wat volgt die? Ja, Tim denkt dat ze alleen maar Vegemite eten. Die gaat weer een stap te ver. Heel goed. Het is wel echt een geniaal land. Ze zijn er wat minder aan toe dan dat ze ook wel zijn geweest. Vroeger de grote namen als Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Viduka, die de voetballiefhebbers nog wel kennen. Zulke namen zijn er niet echt. Dus ze hebben jullie steun eigenlijk ook wel nodig. Australië is wel een land wat de steun echt kan gebruiken. Zit in een pool met Frankrijk, Tunesië en Denemarken. Oh ja. Met een beetje extra steun van jullie zouden ze zomaar tweede kunnen worden in die pool. Maar nu luidt de vraag, willen wij half Australië? Ja, wil een van jullie het Australisch staatsburgerschap aannemen in de hoop net zo'n legende te worden als Guus Hiddink? Pepijn, ik begin bij jou. Ik ben er wel bij, Snij. Ja. Ik niet, ik ben reeds Argentijn. Oké. Okay. Nee, Tim? Ik ook niet, man. Nee? Nee. Want ik ben bang dat ze het gewoon de pool niet halen. En dan moet ik... Ze halen de pool wel. Ja, jij wordt liever fan van een land waarvan je eigenlijk al weet dat ze wel de halve finale halen. Zeker. Okay. Ik vind Pepijn ook wel gewoon qua karakterologisch wel op zich wel een Australian. Pepijn lijkt me wel iemand die restproducten van bier op zijn brood heeft. Ja. Pepijn. Ja. Yes. Ja? Maar het is dus wel belangrijk om te zeggen, Pepijn, je moet deze vraag goed hebben, anders ben je gewoon niet. Nee. Anders is het niet voorbestemd. Nee. En dan, het zou best kunnen zijn dat ik na deze hele serie nog steeds alleen Nederlander ben. En waarschijnlijk ook niet meer. Alleen Brabander. Pepijn, je mag er 5% naast zitten. Ja, 5. Hoeveel procent van de Australische inwoners heeft een potje Vegemite in de kast staan? 96. Nee, je hebt te hoog ingezet. Oh. Ja, je hele maar je hebt net wel echt te veel verkocht, de Vegemite. 80%. Er zijn ook mensen die er niet van houden. Niet? Nee, fuck. Dat is dankjewel in Australië. Oké, dan sluiten we de aflevering rondom Australië af. Niemand van ons heeft Australisch staatsburgerschap. Stijbo, dankjewel voor het meenemen van Australië. En toch het enthousiasmeren van in ieder geval een paar luisteraars waarschijnlijk. Bob your uncle, zeg ik. Zeker. Goed, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Kijkers, dankjewel voor het kijken. En dan zijn we morgen terug met... Belgique. België.